psychische hulp bij vroeggeboorte of als je kind overlijdt. In sommige gevallen is er nog altijd te weinig hulp voor ouders. Aan tafel vanavond twee bijzondere vrouwen die zich hiervoor inzetten. Annemarie, welkom. Dankjewel. En Wieneke, ook welkom. Dankjewel. Annemarie, jij bent psycholoog en in jouw praktijk besteed je ook veel aandacht vanuit jouw eigen verhaal aan vroeggeboorte. Ja. Je hebt er zelfs een heel mooi boek over geschreven, meegenomen ook. Ja. Onze zoon is 5 jaar geleden te vroeg geboren. En dat was zo'n groot verhaal. Ik heb toen een dagboek bijgehouden. En gaandeweg heb ik gedacht, ik moet dat uitwerken. Dat verhaal moet de wereld in. Want er is zoveel gebeurd en uiteindelijk is alles goed afgelopen. Maar er is wel heel veel verdriet geweest. En ik moest dat vormgeven voor mezelf. Voor lotgenoten en ook voor de medische wereld ook wel. Ja. Want we hebben een hele goede behandeling gehad. En ik zou zo graag iets terug doen. Dus als ik dan een kijkje in de kop van een patiënt kan geven, dan wil ik dat heel graag doen. Ja, jij vertelde dat je echt alles hebt opgeschreven in die periode. Dat het ook heel therapeutisch werkte voor jezelf. Ja, begon met een schriftje en allemaal kattenbelletjes en A4'tjes. Overal plakkertjes en dingetjes. Ja, ja, ja. Ja, ja. Is dat nou ook iets wat je, gezien jouw professie als psychiater, eerder... Psycholoog, hè? Psycholoog, eerder doet? Ik weet het niet. Ik weet niet waar ik zelf ophoud en waar de psycholoog in mij begint. Maar ik vind het niet moeilijk om emoties onder ogen te komen. Ik voel me daar niet ongemakkelijk bij. Dus ja, dit lag heel erg voor de hand voor mij om het op deze manier te doen. Ja. En niet eens bewust van ik moet nou gaan schrijven, want ik moet iets verwerken. Als je er middenin zit, we hadden de boodschap, je gaat je kind verliezen. Ja, dat is een trauma. Je bent aan het overleven. Ik moest schrijven, ik moest het opschrijven, ik moest van me afschrijven. En later lees je terug en merk je hoe heilzaam dat kan zijn. En, werd het toch therapeutisch. Ja. Voor mij werkte dat goed. Aan tafel nog ook een creatief therapeut, ja. Wieneke. Ja. Jij bent onlangs begonnen met de Stichting Kusje Voor. Wat is dat precies? Met Stichting Kusje Voor willen we heel graag een dagboek maken voor ouders die hun kindje verliezen. Vanaf de 14e week van de zwangerschap tot 28 dagen daarna. En we zouden het ook heel graag voor alle andere ouders gaan doen, maar we beginnen hierbij. En net zoals net gezegd werd, een dagboek kan je gewoon heel erg helpen met dingen herinneren, met je gedachten toch van je afzetten, maar toch ook je eigen maken, zodat je het echt onder ogen kan komen. En een dagboek kan gewoon een hele therapeutische werking hebben en je beste vriend zijn op het moment dat je zelf eigenlijk niet eens weet wat je woorden zijn of wat je gevoel is. Het heeft jou geholpen omdat het jou ook is overkomen. Jij bent je kindje, voor jullie zijn je kindje verloren. Ja, we zijn vorig jaar in juli onze dochter Hanna verloren. En met 23 weken en 6 dagen. En toen ben ik begonnen. En inderdaad ook met wat hier schrijven, wat op de telefoon schrijven, wat op een blaadje schrijven. Volgens mij staat er zelfs nog iets half op het bureau geschreven, dat ik achteraf dacht, oh, wat heb ik hier eigenlijk op geschreven? Ja, ja. Dus dat is wel, Dat heb je allemaal verzameld. Was er op dat moment ook voor jou en voor jullie genoeg hulp? We hebben heel veel hulp aangeboden gekregen en heel veel vanuit professionals, maar ook vooral vanuit vrienden en familie. En dat laatste paste meer bij ons. Dus wat voor ons past, kan bij iemand anders weer heel anders zijn. Daar hebben we heel veel hulp van gekregen, maar zelf vond ik het ook heel fijn om dus dingen te gaan schrijven. En dat is ook wel een hele grote hulpmiddel geweest. Ja, is dat herkenbaar voor jou? Ja, is heel herkenbaar. Ja. En ik merk ook eigenlijk achteraf pas, je raakt er ook weer over in gesprek, hè? Wij kwamen thuis met ons kind. En ondanks dat je wel gezegend bent dat je je kindje erover hebt gehouden. Hè? Ja. Want dat was goed eigenlijk is gegaan, niet het idee. In jullie tenminste, geval, dat werd ons niet. Hè? De boodschap was, je gaat hem verliezen. Dus je bent de koning te rijk. Maar daarmee, door ook dit te doen, kom ik ook mijn verdriet weer tegen. En eigenlijk merk je van, je durft er niet zo over te mouwen. Want je hebt je kind. Dus wat zou je nou nog stilstaan bij dat het toen even heel erg heftig was en verdrietig. En dat je 6 weken lang niet hebt geweten of die zou komen. En dat je toch in je bed moest blijven liggen. En dat je op je kop wil staan. En dat niet mag. Je moet ook lopen. Want al die moeilijke dingen. Dat die kom je hele later tegen. Periode. Ja, precies. En ik ben hier ook wel met lotgenoten in gesprek geraakt. En die zeiden ook van, je wil niet meteen naar een psycholoog. Want zo erg is het niet. En we hebben een kind. Maar er is wel heel veel verdriet.
En dat is dat begrip er dan ook vanuit jouw omgeving, jullie omgeving? Ja, er is begrip. Je merkt ook ongemak, omdat mensen, niet iedereen kan even goed omgaan met dat verdriet, een beetje verborgen verdriet is het eigenlijk. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij om daar lang bij stil te staan. En je krijgt heel gauw het goed bedoelde advies en dat is ook echt gemeend. Nou aan jezelf denken en lekker genieten, maar dan begint het pas. Als je eenmaal thuis bent en het is genieten en er is ook gewoon verdriet. Ja, en beide moet dan plaats hebben. Beide moet eigenlijk een plek krijgen, ja. En zie je dat ook in jouw praktijk wel eens? Komen er mensen bij jou? Het is allemaal nog een beetje in opzet. Het is vooral dat ik wel veel lotgenoten heb gesproken. En dat eigenlijk iedereen zegt van ja, dat laagdrempelige mis ik. Want in het ziekenhuis horen we niet meer. En ook al heb ik zelf wel ervaren dat artsen en verpleegkundigen heel welwillend zijn van nou kom maar langs, maar ja, je hoort daar niet meer. Nee. En in die wereld is alles wel gebeurd. Dus dat is best lastig. Dan is het dus eigenlijk voor zowel een man als een vrouw geen plek meer om naartoe te gaan? Ja, dat is een beetje het gemis, merk ik. Want eigenlijk heb je heel veel te zoeken in het ziekenhuis, want daar is alles gebeurd. Maar je zit thuis en dan komt het pas. En waar moet je naartoe? En dat is wat veel lotgenoten ook wel zeggen. We missen iets laagdrempeligs. Is dat herkenbaar voor jou? Een laagdrempelige plek om naartoe te gaan met jullie verdrietige verhaal? Ja, nou, wat jij zegt, lotgenoten, daar heb ik zelf ook heel veel steun aan gehad. En ik heb een paar hele lieve vriendinnen aan de geboorte van Hanna overgehouden eigenlijk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar inderdaad, ik heb een poosje gedacht, nou, ik wil graag naar een psycholoog. Maar dat kwam ook mede doordat anderen tegen me zeiden van, nou, hè, weet je, misschien kun je in therapie gaan. Weet je, baat het niet, dan schaadt het niet. Een beetje op die manier. En, maar toch was die stap voor mij te groot. En dat ik dacht van, ja, en dan zit ik daar. En dan? Ja. En terwijl, voor mijn gevoel, had ik het zelf wel redelijk in handen. Maar is gewoon af en toe dat het er even uitschoot. En dat laagdrempelige inderdaad, en wat ik heel erg bij lotgenoten heb gevonden, is gewoon heel erg fijn geweest. Ja. En ja. En wat wil jij nu graag doen met Stichting Kusje Voor? Je wil dat boek gaan maken, zodat mensen dat ook kunnen gaan doen? Ja, het wordt een online webapplicatie. Ja. En dus dat betekent dat het via internet is. En dat komt vooral, de nieuwe generatie zit meer op internet. Meer op zijn telefoon, dat soort dingen. Maar ook als je bij wijze van bedenkt, ik ga voor 3 maanden naar het buitenland toe, dan raak je je spullen ook niet kwijt. Ja. En daardoor hebben we heel bewust voor internet gekozen. En we willen heel graag vragen gaan maken, niet alleen in dagboekvorm, maar ook in filmpjes. Want er zijn ook mensen die geen schrijvers zijn, die daar moeite mee hebben met op zo'n manier uiten. Dus dan willen we filmpjes die overeenkomen met de vragen, die even vaak komen als de vragen. Dus dat je daar een dubbele lijn in kan trekken, dus zeg maar. Echt een manier om het allemaal te verwerken ook. Ja, en ik roep iedere keer, het is geen therapie, maar het kan heel therapeutisch werken. Vooral het teruglezen. Soms hele praktische zaken, maar soms ook gewoon heel rauw je emotie teruglezen. Dat is niet leuk. Nee. Maar heel belangrijk. Ja. Weet je, dat is een beetje het opzoeken en dan toch weer een stukje van je dagelijks leven doorzetten. En dan toch weer even teruggrijpen. Dat heet rouwverwerking. Ja. We hebben het hier over een onderwerp wat in de generatie van voor ons, een generatie voor ons, gewoon natuurlijk ook echt nog een taboe was. Ja. Is dat iets waar jullie aan willen bijdragen? Dat eraf gaat? Dat je erover praten mag? Ja, voor mij wel. Ja, vind ik ook. Iedereen heeft te maken met verlies. He, dat is niet alleen, jouw verlies is anders dan mijn verlies. Maar dat hoort ook bij het leven. En waarom zou je dat verzwijgen? Dat hoort erbij. Ja, en deze manieren zijn dan manieren, boek, zowel als de applicatie zijn dan manieren om er ook met anderen over te praten misschien. Ja, ja, ja. Ja. Over 2 weken ga jij je boek presenteren aan de wereld. Dat moet wereld een feestje in. Worden. Ja, daar ga ik een feestje van maken. Nou, mooi. Ja. Gebeurt in de Twentse Wellen. Ja. Ik wens je bij heel veel plezier. Dankjewel. En voor jouw stichting is ook nog veel hulp nodig. Ja. Toch, om het allemaal van de grond te krijgen. Waar kunnen mensen naartoe als ze willen helpen? Naar www.kusjevoor.nl en daar kun je heel makkelijk doneren. En wanneer we voldoende donaties hebben, hopen we in begin 2017 met de webapplicatie online te kunnen. Hartstikke stoer. Dankjewel voor jullie mooie verhaal. Dankjewel.